Jongens en meisjes, als je op vakantie gaat naar Duitsland of naar Frankrijk, en misschien ga je over een paar weken wel met vakantie daar naartoe, dan rij je op een gegeven moment door een heel heuvelachtig of misschien wel bergachtig gebied. En als je dan rond je heen kijkt, dan zie je allemaal van die prachtige hellingen met allemaal druivenstokken, wijnstokken. Wie heeft dat wel eens gezien? Van die lange rijen met van die hellingen, met van die lange rijen met allemaal wijnstokken en eigenlijk allemaal wijngaarden. Wie heeft dat wel eens gezien? Nou, een heleboel. En anders heb je er vast wel eens een plaatje van gezien, hè? Nou, je rijdt er natuurlijk met je auto langs. En dan kan je niet even zo'n wijnstok van dichtbij gaan bekijken. Maar misschien, als je op je bestemming was, bij je vakantiebestemming, ben je eens naar zo'n druivenrank toegegaan. Naar zo'n wijnstok. Soms zien ze er niet uit, hè? Maar dan kan je die van dichtbij bekijken. En dan zie je dat er een wijnstok is. Die zit in de grond. En aan de wijnstok zit een rank, daar zit een tak aan. En aan de tak, daar zit een druiventros aan. Als je het heel goed bekijkt, dan zie je dat van dichtbij. En een wijnstok heeft soms meerdere ranken. En aan één rank zitten soms meerdere druiventrossen. Een wijngaardenier, de baas, de boer van zo'n wijngaard, die wil natuurlijk heel graag dat er veel druiven groeien. Dus wat doet hij elke morgen? Gaat hij naar zo'n wijngaard toe? Gaat hij kijken wat voor zorg de wijnstokken nodig hebben? Soms moet hij snoeien, dan knipt hij wat takjes weg. Soms moet hij zorgen dat er wat extra water gegeven wordt. Soms moet hij wat bladeren weghalen, zodat de zon nog wat beter op de vruchten kan schijnen. Maar hij is heel de dag zo'n beetje bezig met het verzorgen van de wijngaard. Want hij wil graag veel vrucht. En de boer is natuurlijk heel erg blij als de oogsttijd komt. Dan worden alle druiventrossen ervan afgehaald, worden bij elkaar gelegd. En dan worden ze verkocht, soms om lekkere druiven te eten. Wie vindt druiven lekker? Ja, ik ook. Heerlijk, hè? Heerlijk, lekker van, een beetje van die zoete druiven, hè? Heerlijk is dat. Maar je kunt er ook druivensap van maken en je kunt er ook wijn van maken. Je kunt van alles doen met druiven. Prachtig. En de boer is heel blij als hij veel oogst heeft, als hij goede druiven heeft. Want dan kan hij die goed verkopen en dan worden veel mensen worden daar blij van. Nou, nu zegt de Heer Jezus tegen zijn volgelingen, tegen zijn discipelen, hij zegt: dit beeld moet je eens goed onthouden. Denk eens goed na over zo'n wijnstok en over een rank en over druiven. En dat gaan we vanmorgen ook doen. Jezus zegt, en ik lees het nog maar even voor vanuit de Bijbel: ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijngaardenier. Elke rank die in mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg. En elke rank die vrucht draagt, die maakt hij schoon, die reinigt hij, opdat ze meer vrucht draagt. U bent al rein vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijf in mij en ik in u. Dus zorg dat we met elkaar verbonden blijven. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in mij blijft. Ik ben de wijnstok, jullie de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kun je niets doen. Je kunt het lezen in Johannes 15. Kun je thuis nog eens doen. Jongens en meisjes, eigenlijk is de wereld één grote wijngaard. Eigenlijk is de hele wereld één grote wijngaard. God heeft de wereld gemaakt om vrucht te dragen. En God is de wijngaardenier, de boer, die daarvoor zorgt, die voor zijn wereld wil zorgen en die ernaar verlangt dat er veel mooie, goede vruchten op deze wereld groeien. Maar als je nu naar de wereld kijkt waarop wij leven, je kijkt rond je heen, dan zie je dat er ook een heleboel niet goede dingen gebeuren. De Bijbel zegt dat de wijngaard kapot gemaakt is. Dat de wijngaard verwoest is. Er is iemand geweest, helemaal aan het begin van de wereldgeschiedenis al, die is naar die wijngaard van God toegekomen, de tegenstander, de duivel noemt de Bijbel dat, die is naar de wijngaard van God toegegaan en die heeft die stuk gemaakt. En die heeft de wijnstokken verwoest. De ranken heeft hij afgebroken.
En hij heeft de boel helemaal kapot gemaakt. En weet je, als wij zo in die gebroken, in die kapotte wijngaard zijn, doen we daar eigenlijk ook nog aan mee, want wij maken ook nog heel veel dingetjes stuk. Niet alleen maar een stukje speelgoed wat je stuk maakt, maar wij kunnen ook andere mensen aan pijn aandoen. En op het moment dat we dat doen, maken we iets van de wijngaard van God kapot. Die wijngaard van God is eigenlijk, ja, zeg maar een puinhoop geworden. In de Bijbel staat, en ik lees maar even voor, dat God zegt, wat is er nog meer te doen aan mijn wijngaard, wat ik er niet aan gedaan heb? Ik heb er alles aan gedaan. Waarom heb ik verwacht dat ze goede druiven zou voortbrengen, terwijl hij slechts stinkende druiven voortbracht? Weet je wel? Dat ruikt niet goed. Dat is vies. Bah, dat is niet goed in die wijngaard. De wereld is eigenlijk een verwoeste wijngaard geworden. Maar God had natuurlijk kunnen zeggen, oké, dan wil ik niets met die wijngaard te maken hebben. Ik ga wel gewoon verder. Ik ga een andere kant op. Ik wil niets meer met de wereld te maken hebben. Maar dat heeft God niet gezegd. Weet je wat God gedaan heeft? En daar moet je eens goed over nadenken. God heeft in die kapotte wijngaard heeft hij een nieuwe wijnstok neergezet. Zo. Hij heeft een nieuwe wijnstok geplant in die kapotte wijngaard. En wie van jullie weet nu al in zijn gedachten wie die nieuwe wijnstok is? Ja. De Heer Jezus. Precies. De Heer Jezus is de nieuwe wijnstok die God de Vader in zijn wijngaard heeft gezet. Dat is, wanneer is dat gebeurd? Wie weet dat? Ja. Wanneer is dat gebeurd? Wanneer is die wijnstok in de wijngaard geplant? Die wijnstok van God. Wanneer is dat gebeurd? Wanneer is de Heer Jezus? Hij begint al bijna voor te zeggen, hè? Ja. Zeg het maar. Dat weten jullie wel, hè? Wanneer is die wijnstok, wanneer is Jezus in die kapotte wijngaard van deze aarde gekomen? Ja? Met kerst heel goed, met de geboorte van Jezus. Toen kwam Jezus naar deze aarde en hij kwam in die kapotte wijngaard als een helemaal complete, gave, nieuwe wijnstok. Jezus kwam naar deze wereld en daarom zegt Jezus ook, ik ben de echte wijnstok, ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijngaardenier. Als jij in Jezus gelooft, als jij in verbinding komt met Jezus, met de goede wijnstok, dan kan jouw rank weer gaan groeien, dan kan jouw leven weer gaan groeien en dan kan jouw leven weer hele mooie vruchten gaan voortbrengen. In plaats van stelen, in plaats van roddel, in plaats van allerlei negatieve dingen, kunnen er positieve dingen, goede vruchten gaan groeien in jouw leven. Door het geloof in Jezus, als jij de goede sappen uit de wijnstok gaat halen, dan kun je mooie, gave vruchten gaan dragen waarin God de Vader verheerlijkt wordt. En zo wordt de wijngaard steeds stapje voor stapje vernieuwd. Dat kan alleen door Jezus. Zonder Jezus groeien er geen goede vruchten aan je rank. Zonder Jezus groeien er geen vruchten waarin de Vader wordt verheerlijkt aan je rank. Jezus zegt, wie niet in mij blijft, wordt weggegooid als een waardeloze rank en zal verdorren. Samen met de andere dorre ranken wordt hij in het vuur gegooid en verbrand. Als je alleen maar jaloersheid, alleen maar stelen, alleen maar roddel, alleen maar kwaad spreken, alleen maar, als dat alleen maar, ja, dan zegt God, dat zijn niet de vruchten die ik bedoeld heb. En dan zegt Jezus, dan zul je als een rank, als een tak, zul je afgeknipt worden en zul je weggegooid worden, want dan kan ik niets met jou doen. Maar dat is niet wat God wil. God wil juist wel dat de goede vruchten in jouw leven gaan groeien. Jezus zegt dat als je in hem gelooft, er weer goede vruchten kunnen gaan groeien in jouw leven. Jezus wil dat je juist hele mooie vruchten gaat dragen waar God blij van wordt. Dus zegt Jezus, hierin wordt mijn Vader verheerlijkt dat u veel vrucht draagt en mijn discipelen bent. Nou, discipel.
Dat is een woordje, hè? Misschien zeker degene groep 8, die hebben dat wel geleerd, denk ik, op de zondagsschool. Wat betekent discipel? Wie weet het? Wie weet het wel? Wat betekent discipel? Ja. Leerling, heel goed. Leerling, leerling van Jezus. Of, wat kunnen we ook zeggen, discipel? Volgeling van Jezus, ja. Volgeling is achter iemand aan, hè. Achter de Heer Jezus aan. Hij loopt voorop en ik loop er achteraan. Ja, dan ben ik een volgeling van Jezus. Dus hij gaat vooruit en ik wil op hem kijken, naar hem kijken en achter hem aanlopen. Ik wil zijn route lopen, ik wil zijn weg gaan. Dat is volgeling zijn van Jezus. Jezus zegt dat hij wil dat je zijn discipel bent en als je Jezus volgt, dan zul je ook veel vrucht gaan dragen. En als de mensen dan naar jou kijken, dan zeggen ze, hé, wat een mooie vruchten groeien er in jouw leven. Wat mooi die vrede, wat mooi die liefde, wat mooi die vriendelijkheid en die trouw. Wat mooi. Hé, waar haal jij die vruchten vandaan? En dan zien ze iets van God de Vader in jouw leven. Welke vruchten groeien er in jouw leven? Zie je al iets van Jezus in jouw leven? Jezus zegt dat als je in hem gelooft, en geloven betekent eigenlijk dat jouw takje vastzit aan de wijnstok van Jezus. Als jij gelooft in Jezus, als jouw takje verbonden is met de wijnstok met Jezus, en als de sappen van de wijnstok van Jezus zo jouw rank kunnen binnengaan, als jij gelooft in Jezus, dan zegt Jezus dat de geest van God in jou komt wonen. En die geest van Jezus die zorgt voor hele mooie, heerlijke vruchten. Nou, we hebben ze er net al gehoord, hè? Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Allemaal stukjes van, ja, die lijken op Jezus, net als dat Nelleke er net vertelde van die sinaasappel. Allemaal partjes van Jezus, allemaal stukjes van Jezus. Ja, dat wordt dan zichtbaar in jouw leven. Die vrucht, die groeit dan in jouw leven. Goede vruchten voortbrengen. Dat is nodig. En een vrucht moet natuurlijk groeien. Als je een druif hebt, die wordt niet ineens zo groot. Die begint heel klein. Hele kleine bolletjes en ze worden steeds groter, groter. Totdat het echt mooie, volle druiven worden. En zo is dat ook bij jou en bij mij. Het is niet in één keer boem, een hele grote vrucht, maar het is iets wat groeit. En wat is er nodig om iets te laten groeien? Wie weet dat? Ja? Water, hé, dat is een hele goeie. En wat is er nog meer nodig? Zand, ja, de bodem waar die in staat, Joshua. Zon, kijk, die twee had ik eigenlijk even nodig. Water en zon, vocht en warmte. Dat is precies wat je nodig hebt om te groeien. En dat is ook nodig om de vrucht van de geest te laten groeien. Nou, de warmte, dat is de liefde van de Heere God. Die heb je nodig. Dat je steeds naar de Heere Jezus toe gaat en bij hem zijn warmte en zijn liefde op jou laat schijnen. En dat water, de Bijbel zegt ervan dat wij moeten drinken van de juiste bron. Dus we moeten onze sappen moeten wij bij de juiste bron halen. Nou, de Bijbel, dat is de bron waaruit je kunt drinken. Waaruit je het levende water kunt drinken. Als je de Bijbel leest, dan komt dat als een sap in jou. En dan ga je, ja, dan ga je groeien. Dan ga je groeien. Zonder de Bijbel te lezen kun je niet groeien. Zonder in de zonneschijn van God te gaan staan, kun je niet groeien. En bidden tot God, dat is heel belangrijk. Want zo ontstaat de verbinding tussen God en jou. Een rank, die kan ik hiernaast hangen. Maar als ze niet vastzit in de wijnstok, groeit ze niet. Nee, ze moet er helemaal in vastzitten. Ze moet vergroeid zijn en de sap moet doorstromen. En zo is het ook belangrijk dat jij door Bijbellezen en door gebed in verbinding bent met God. Jezus zegt, blijf dicht bij mij, dan blijf ik in u.
Net zoals een rank alleen maar vrucht kan dragen als zij in de wijnstok blijft, kunt ook u alleen maar vruchtbaar zijn als u in mij blijft. Jij kan alleen maar vruchten dragen als je met Jezus verbonden blijft. Gezonde ranken dragen vrucht. Veel vrucht, dat is de bedoeling van God in jouw leven. Niet zomaar een paar kleine krentjes. God is helemaal niet krenterig. God wil heel graag dat je veel vrucht draagt. Royale vrucht draagt. Dat zegt Jezus ook. Hij zegt, ik heb jullie aangewezen om erop uit te gaan en blijvende vrucht voor te brengen. Nou, jullie gaan over een poosje misschien naar een andere school toe. En dan mag je als zo'n rank, mag je zomaar in een omgeving zijn waarvan je misschien zegt, dit lijkt wel een beetje op die kapotte wijngaard. Misschien zijn er anderen, misschien ben je wel de enige in de klas die in God gelooft. Misschien ben je wel de enige die bidt. Misschien ben je wel de enige die Bijbel leest. Nou, ik ken het verhaal van een jongen. Die jongen die kwam op school. Hè, die was van de lage basisschool was die overgegaan naar de middelbare school. En die kwam daar. En hij vertelde de eerste weken niet dat hij christen was. Aan zijn omgeving. Maar op een gegeven moment gebeurde er van alles in die klas. En die jongen, ja, die was toch wel, die deed niet aan alle nare, rotte dingen mee. Maar hij probeerde juist oog te hebben voor de mensen die een beetje aan de zijlijn kwamen. Die een beetje gepest werden. Of die, nou, waar iets die een stukje extra liefde nodig hadden. Die jongen, die had dat in de gaten. En daar was hij juist mee bezig. En op een gegeven moment zei hij, joh, doe niet zo raar, wat is er met jou? Zei, ja, ik wil graag op deze manier, ik wil graag liefde geven aan mensen. En toen was er een andere jongen in de klas. En die zat dat zo eens te bekijken. Die dacht, hé, wat is er met die jongen? En hij ging naar zijn jongen in de klas toe. En zei, wat is er met jou? Zei, ja, ik ben christen. Oh, ben je christen? En ze gingen erover praten, wat dat dan betekent. Zei, ja, ik weet eigenlijk helemaal niet wat het betekent om christen te zijn. Maar als ik naar jou kijk, dan zie ik wel hele mooie dingen. Ga je dan ook naar de kerk? Ja, ik ga ook naar de kerk. Oh, dat is toch een hele saaie boel daar. Zo. Nee, dat is helemaal niet saai. Bij ons in de kerk is het fantastisch. Ik ga altijd met een feest naar de kerk toe. Het is bij ons geweldig. Oh, mag ik dan eens een keertje met jou mee? Ja, je mag gerust mee. Zondag mag jij mee. Haal ik je op, gaan we samen naar de kerk toe. En die jongen uit de klas, die ging mee met de ander. En ze kwamen samen naar de kerk. En die jongen zat in de dienst en die vond het zo prachtig. Hey, dit is mooi. Hier word ik helemaal warm van. En hier gaan mensen gezellig en lief met elkaar om. Wat mooi. Hier wil ik eigenlijk wel vaker naartoe. En zo kwam die jongen in de kerk. En later is hij groter geworden. En heeft hij zijn leven aan de Heer Jezus gegeven en is hij gedoopt. Mooi, hè? Dat jij gewoon door, ja, door zo, hè? Door de vruchten te dragen, de vrucht van de geest, kun jij gewoon vruchtbaar zijn voor iemand anders. Dat iemand anders op die manier ook in Jezus gaat geloven. Jij kunt het verschil maken in het leven van je vrienden of vriendinnen. Want er zijn zoveel jongens en meisjes in deze wereld die hebben honger en dorst. En dat proberen ze op allemaal manieren, proberen ze dat te voeden. Maar er is er maar eentje die echt onze honger en dorst kan vervullen. En dat is Jezus. Nou, als jij lijkt op Jezus, dan kun jij voor de ander, kun jij die ander helpen om ook Jezus te vinden. En ook een rank te worden aan de wijnstok aan Jezus. Nou, daar willen we je graag bij helpen. Op de zondagschool hebben we dat gedaan, maar straks ook in het jongerenwerk willen we jullie helpen. En alle andere jongeren, alle kinderen. We willen je graag helpen om een volgeling van Jezus te zijn. En vrucht te dragen voor hem. Zodat je niet alleen maar een paar centimeter lichamelijk groter wordt. Dat is de bedoeling, hè? Je wordt al een grote jongen, je wordt al een groot meisje, zeggen we dan, hè? Je wordt al een tiener, je wordt al een puber, je wordt al een jong volwassene. Nou, dan groei je allemaal in lichaamslengte. Maar het is ook heel erg belangrijk dat je in je hart van binnen groeit in je relatie met Jezus. Verbonden aan de wijnstok, jij mag de rank zijn en je mag veel vrucht dragen tot eer van onze God. Dat is Gods plan met jouw leven. Amen.